In deze video laten we alles zien over het exterieur van een nieuwe Opel Ampera E. Kijken jullie mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem of met presentatie van een nieuw Opel model zoals deze. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je voor het eerst ons kanaal. Ik zou zeggen, word meteen abonnee, zodat je als allereerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, er komen natuurlijk steeds meer elektrische auto's op de markt. En zo krijgen we binnenkort ook de nieuwe Opel Corsa E en de Gwinnett Hybrid, dat is dan de hybride versie. Maar in deze video gaan we dus alles laten zien over het uiterlijk van de Opel Ampera E. Ook de verschillen tussen de Business en de Business Executive uitvoering. En ook geven we informatie over het elektrische rijden met deze auto. In de volgende video die volgende week verschijnt, gaan we alles vertellen over het interieur van de Opel Ampera E. Nou, dit is hem dan, de Opel Ampera E. De auto is 4 meter en 16 centimeter lang. En het is een auto die ook wel een hoge zitpositie heeft. Het is namelijk 1,60 meter hoog. En de breedte van de auto is 2 meter en 3 centimeter. En als je de spiegels inklapt, dan gaat het naar 1,76. Het mooie van deze auto is dat het natuurlijk de accupakket van de auto dus in de bodem is verwerkt. En daardoor heb je natuurlijk maximale ruimte. Nou, deze accu is een 60 kWh accu en dat is natuurlijk behoorlijk fors. Volgens de testmeting kan de auto dus 420 km rijden. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook met hoeveel personen natuurlijk de auto rijdt. En ook bijvoorbeeld dat de kachel, de airconditioning ook aanstaan. Nou, de Opel Ampera E is dus in twee uitvoeringen leverbaar. Het begint bij de business uitvoering. Dat is een model die hier staat. Nou, deze auto is aan de voorkant gaan kijken. Is natuurlijk voorzien van mistlampen en ook van parkeersensoren aan de voorkant. En ook heeft hij deze 17-inch lichtmetalen velgen. Naar de zijkant van de auto zit ook mooie chrome accenten. Dat is natuurlijk bij deze auto dus een zilvergrijze kleur, dat valt iets minder op. En met name hier bij de deurgreep en hier onderin. Maar bij een zwarte kleur valt natuurlijk nog meer valt dit op. De kleur van deze auto is zilvergrijs metallic. Nou, ook als we naar de achterkant gaan kijken, dan zien we dat de auto ook voorzien is van parkeersensoren. De luxe uitvoering, laat ik zo meteen zien, dat is de Business Executive. Die heeft namelijk ook nog een achteruitrijcamera. Nou, standaard is de Opel Ampera E ook voorzien van deze zilveren dakreling. En zilver is dus bij alle modellen zo. En ook deze shark fin, die is ook altijd in de kleur gespoten, maar dan van de kleur van de auto. Nou, de spiegelkappen van de Opel Ampera E zijn ook altijd zwart metallic met de kniplicht hieronder. Nou, en links voor, daar kunnen we dus de auto opladen. Wanneer je deze klep dus open wil, druk je even op de knop hier. Dan gaat hij dus open en hier zien we dus het oplaadpunt. De auto kan zowel AC als DC opladen. En AC, daar bedoelen we eigenlijk mee dat de auto dus via het normale stopcontact, wat eigenlijk het langste duurt, of via een laadpaal kan opgeladen worden. Hier wordt er uiteraard kabels voor meegeleverd. Maar de auto kan ook dus DC opladen en dat is dus ook wel snel laden. En daarvoor dient hij ook de onderste twee worden dan meegenomen en aan de kant van de snelweg dan kun je dus snel laden, waarbij de batterij dus binnen een half uur voor 80% al opgeladen hebt. Nou, en hoe werkt het opladen nou? Ik laat dus op deze manier zien via het normale stopcontact. Als ik die indruk, verschijnt hier het lampje groen staat en als ik dan terugloop naar de auto, kan ik dus met deze kabel hierin de auto opladen. Het lampje brandt eerst oranje en gaat dan een klein geluidje af en daarna knippert hij groen waarbij de auto dus wordt opgeladen. Maar het is uiteraard ook mogelijk om dat via een wallbox te doen. En dit is het voorbeeld die wij hier hebben staan. Je kunt deze ook vinden bijvoorbeeld bij sommige publieke laadpunten waarbij je bijvoorbeeld met een laadpas kunt opladen. Die hou je dan hier tegenaan. Er zit dan al een kabel erbij die ik hier op dezelfde manier aansluit en ook dan gaat de auto dus opladen. Nou, deze beide manieren die ik nu heb laten zien, dat zijn dus de mogelijkheid voor het AC laden van de auto. En ja, hoe lang het dan duurt, dat hangt dus even vanaf voor wat voor stroom erheen gaat. Het kan variëren van 3,7 tot 22 kilowatt. Nou, en ook is de Opel Ampera E voorzien van een keyless entry systeem waarbij je de deuren dus open en dicht kunt doen via deze afstandsbediening. Of door middel van deze knop in de deurgreep. Daarnaast kun je hier rechtsboven ook nog de auto alvast voorverwarmen als deze dus aangesloten is met een laadkabel. Daar doe je door middel van de auto op slot te drukken en daarna deze knop ingedrukt houden totdat de knipperlicht hier dan verschijnt. En de onderste knop, daarmee kun je de laadkabel er weer makkelijk uithalen. Wanneer je deze knop dus ingedrukt houdt, hoor je een klein vergrendelingstoon. En als we dan naar de laadkabel toe gaan, dan kunnen we dat ze heel makkelijk er weer uithalen. Nou, en hier zien we dus de luxere uitvoering van de Opel Ampera E. En dat is de Business Executive uitvoering. Als we naar het exterieur van de auto gaan kijken, dan zien we dat die auto ook voorzien is van 17-inch lichtmetallen velgen. Maar dat zijn dus deze bicolor velgen.
En daarnaast aan de zijkant heeft hij hier ook nog de chromen accenten. En hetzelfde als voor de dakreling in de kleur van de shark fin antenne, is ook in de kleur van de auto. De kleur van deze auto is electric blue, dus een blauw metallic kleur. En aan de achterkant van deze auto bevinden ze ook de parkeersensoren. En wat de business executive aan de buitenkant dus luxe heeft, is deze achteruitrijcamera. Nou, beide modellen, zoals de Business als de Business Executive, zijn natuurlijk in verschillende kleuren leverbaar. Dan moet je denken aan wit, grijs, lichtgrijs, donkergrijs, zwart, rood of deze mooie blauwe kleur. Nou, ik hoop je hiermee een duidelijk en helder uitleg hebben gegeven over het exterieur van de Opel Ampera E. De volgende video die we gaan maken gaat over het interieur van de Opel Ampera E. Daarin laat ik ook de verschillen zien tussen de Business en de Business Executive uitvoering. Ook laat ik zien welke mogelijkheden daar nog verder zijn, bijvoorbeeld een hele mooie infotainment systeem. En ook welke functies ik heel makkelijk in kunt stellen wanneer de auto dus gaat opladen. Nou, natuurlijk snap ik uiteraard als er vragen zijn. Je kunt deze uiteraard altijd hieronder kwijt. Of je kunt natuurlijk bij ons langzamer aan zijn Tuber Noord 133 in Roden, waar wij het model ook hebben staan. En natuurlijk is een proefrit ook mogelijk, want dat is natuurlijk prachtig mooi bij deze auto. 204 pk met een koppel van 360 Nm. Nou, dat is echt fantastisch om mee te rijden. Dus ik zou zeker een keer aanraden om een keer in een elektrische auto, bijvoorbeeld deze Opel Ampera E, te gaan rijden. Nou, vergeet ook niet om abonnee te worden op ons YouTube kanaal, zodat je wekelijks als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Weer nogmaals super bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Hendrik Liewers en volgende week is er weer een nieuwe video. Tot dan!